Dag beste kijkers en welkom bij Denderland TV. Vandaag ga ik het gesprek aan met beeldend kunstenaar en fotograaf Lennart Berks, winnaar van de Wannatoo-prijs in 2020. We ontmoeten elkaar in Jeugdhuis De Molen te Alken. Wij zijn samengekomen in het Jeugdhuis in Alken, een plek waar je toch allang vrijwilliger en voorzitter bent. Denk je dat deze plek invloed heeft gehad op je werk of wat heeft deze plek allemaal voor jou geïnspireerd? Goh. Ik denk zeker wel dat dat werk in het jeugdhuis als vrijwilliger en als voorzitter mij op veel manieren beïnvloed heeft in het leven. Ik ben daardoor, vroeger was het niet zo sociaal als dat ik nu ben en daar heb ik echt wel aan het jeugdhuis te danken. Aan de andere kant, hier het repetitiekot, heb ik altijd heel veel met muziek kunnen bezig zijn. Nu ook opnieuw na enkele jaren terug als muzikant mijn liefde voor muziek beginnen uiten. En ik heb hier ook veel mensen leren kennen op mijn pad in mijn leven waar ik veel aan te danken heb en nog steeds veel mee omga en die ook allemaal in de kunst bezig zijn. Dus ik denk wel dat het jeugdhuis echt een centrum voor inspiratie geweest is. In je fotografieprojecten is vaak het gegeven van de mens in een unieke woonomgeving / thuis te vinden, zoals bijvoorbeeld in Tsjernobyl en in het kraakpand in Hasselt. Van waar denk je dat die fascinatie begonnen is voor je? Ik denk vanuit het sociale aspect van mijn leven. Ik heb in het middelbaar ook humane wetenschappen gedaan, dus psychologie, sociologie. Vond ik best wel interessant. En ook vind ik gewoon aan de ene kant mensen heel interessant om te kijken wat ze doen in hun leven en bepaalde culturen, hoe die samenhangen. En ik denk ook dat die liefde voor antropologische standpunten in het kraakpand is ontstaan, waar ik mijn project over het anarchisme en het kraken heb gedaan. En dat is ook je eerste project dan? Eerste grote kunstproject misschien? Of? Wel, Chernobyl kwam ervoor eigenlijk, maar hetgene wat echt af is, mijn eerste grote project wat echt af was, was inderdaad onkruid in het kraakpand in Hasselt. Okay. Je project Gently Passed By is erg persoonlijk. Het gaat over je oma die aan Alzheimer leidt en hoe dat dit haar omgeving, persoonlijkheid en identiteit aantast. Vond je dit moeilijk om te doen? Ja, ergens wel, omdat je, ik heb er heel veel zien achteruit gaan op 2 jaar tijd. Van het punt waar ik nog met haar kon praten, dat ze ook ergens mijn naam nog wist, tot waar ze nu in het rusthuis zit en gewoon geen communicatievaardigheden meer heeft of zo. Ze zit heel dag in een stoel. Maar ergens maakt het proces ook wel makkelijker, omdat ik er nu een soort van de eer heb kunnen geven die ze verdient. Het is een vrouw die heel hard gewerkt heeft. Als huisvrouw, vroeger gingen vrouwen niet vaak werken, maar huisvrouw was eveneens hard werk. En ik denk ook niet het meest makkelijke leven heeft gehad. En dit is een soort van eerbetoon aan haar ook, een soort van vastlegging van de herinnering die zij was. En de schoonheid van haar leven. Als we dan naar het antwoord van de vorige vraag kijken, vind je dan dat kunst een soort therapeutisch effect kan hebben? Of heeft dat voor u bijvoorbeeld geholpen met ermee om te kunnen gaan dat de oma Alzheimer heeft? Ja, ik denk dat kunst zeker een heel therapeutisch effect kan hebben. Maar dat is voor iedereen persoonlijk wat het doet. Ik denk niet dat er iets universeels in zit, maar ik denk, misschien het universeel is dat je jezelf kunt uiten. Wat voor veel mensen al een soort van therapeutisch effect op zich heeft. Maar ook gewoon, dat bepaalde moeilijke thema's lichter kan maken of omgekeerd. Het is, het hangt er echt een beetje van af, maar inderdaad, voor mij persoonlijk heeft dat wel geholpen, omdat ik nu echt, gelijk al zei, die herinnering en een eerbetoon kan geven aan mijn grootmoeder. Dus, En gelijk mijn vriendin doet ook creatieve therapie, en dat is dan weer op een andere manier, waar mensen met een mentale of fysieke beperking ook de kans krijgen om zich als kunstenaar te uiten. En dat is ook heel belangrijk voor die mensen. Want zij kunnen soms ook niet praten en als ze zich dan kunnen uiten via een kunstwerk, is dat voor hun supermooi meegenomen. Ja.
vangen, waarbij je anderen hun kunst gaat fotograferen, oftewel vangen. Dit heeft ook een apart Instagram-account. Zie je dit dan als extensie van je eigen werk? Of is het echt een project dat compleet vrij staat van je andere fotografieprojecten? Het is een beetje van beide kanten. Hè. Dus, ik heb een master in fotografie, dus het is ergens logisch dat ik verder ga in de fotografie. Maar aan de andere kant, ik hou heel veel van kunst, van beeldende kunst. Van performance, van audio, van audiovisuele kunst. En ik heb zoiets van, als ik daar mijn fotografie skills kan gebruiken om in die kunstwereld een soort van werk te vinden, is dat super interessant. Dan zit ik ook in een omgeving waar ik graag ben. Maar dat is de theorie natuurlijk. Hè. Mm-hmm. In praktijk ja, is het vaak dat er niet genoeg budget is voor een fotograaf of zo. Dus soms is het dan ook wel moeilijk om opdrachten te krijgen. Maar ik blijf bij Kunstvanger. Hè. Ik doe er ondertussen ook workshops onder de naam Kunstvanger. Hè. En misschien ga ik dat nog uitbreiden naar andere dingen, dat weet ik niet. Maar ik zou graag zelfstandiger blijven en de naam Kunstvanger blijven houden. Je hebt ondertussen toch ook al een mooi aantal tentoonstellingen mogen vervoegen. Zijn er in de nabije toekomst nog plannen? En waar kunnen de kijkers uw werk nog bezichtigen in de toekomst? Momenteel heb ik nergens een expo op staan, maar begin of eind februari ben ik geselecteerd voor de Single Image Contest van Rotterdam Foto Festival. En daar gaan vijf beelden hangen van mijn project Onkruid. Je kan Lennart zijn werk vinden op lennartberks.be. Dank jullie wel om te kijken en tot de volgende keer.